Hallo, leuk dat je kijkt naar de allereerste FC Afkikken van 2016. Mijn naam is Niel Peets en het komende uur, anderhalf uur, praten we hier helemaal bij over het voetbal van het afgelopen weekend en natuurlijk het voetbal van het komende weekend. En dat doe ik met de volgende gasten. Simon Tjonder, oud-prof, tegenwoordig ook analist bij Fox Sports. Heel sporadisch. Heel sporadisch, maar afgelopen weekend wel aan het werk, want daar zag je Joris aan het werk. Welkom, Joris van Overheem, middenvelder van AZ en van Jong Oranje. En Geert ten Oude. Ik heb hem een beetje gemist. Het is een beetje afkikken. Maar we hebben ook 3 weekjes even geen voetbal gehad. Gelukkig ook, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik was er wel even aan toe. Oké. Wat heb je gedaan? Alles behalve voetbal. Ja, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja. Alles behalve voetbal. En ik heb het prima naar mijn zin gehad. De tijd is voorbij gevlogen. Mooi. Dan de man aan de rechterkant. Die zien er anders uit, maar jullie niet. Eigenlijk de omgeving ziet er anders uit bij jullie. Ja, de hele studio heeft dan een likje verf gekregen. Peter van Vliet, Jean-Paul Dizon. Ja, we hebben de studio gepimpt. Ziet er goed uit, hè? Hij zei best wel lekker. Geert zei dat het best wel lekker was zonder voetbal. Hoe was het voor jou, Jean-Paul? Nou, ik liep op 23 december al wel weer tegen de muur op. Maar gelukkig werd er in heel veel landen wel gevoetbald. Ja. Dus, en was dat bij jou, Peter? Nee, ik vond het wel lekker. Geen voetbal, maar bepaalde competities gingen gewoon door. Zo stapten wij in de auto naar Lille om... We zijn in Frankrijk geweest. Om te bekijken. Ja. Ja, je moet wat, hè? Nou, gelukkig is de Eredivisie weer begonnen. Nee, goed. Jij bent toch... jij hebt een vrouw thuis. Klopt. En jij een teddybeer. We zijn 2 minuten bezig in het nieuwe jaar. Begin je nu al? Nee, maar ik bedoel... Maar wat we gaan wel met z'n tweeën al privé-tijd door. Maar Lul, en vriend Jordi was ook mee. Lul kan je gewoon heen en weer in één dag. Dat vind ik wel leuk. Ja, Lul kan je gewoon heen en weer. Ik weet van Peter... Ik eet wel eens voor de uitzending met Peter even een klein hapje. En dan ga je wat dieper in elkaars leven vroeten. Daar ben je lekker mee. Maar ik denk dat Peter een heel goed leven heeft. Als je dan toch tegen de muur loopt met voetbal. Maar suggereer je nou dat ik geen leven heb? Als jij 23 december tegen de muur loopt. Ja, ik ben niet zo van de... Na de laatste kerstuitzending, de kerstspecial, kreeg ik een appje van Jean-Paul. Van in godsnaam, laten we naar een wedstrijd gaan. Maakt niet uit welke. Help. Probeer Tinder een keer, Jean-Paul. Goed, Geen reactie daarop. Laten we het even over voetbal gaan hebben. Want 2016 is goed begonnen voor jullie. Ja. Uit bij Roda. Ja, zeker. Altijd een lekkere reis naar Kerkrade. Ja, 3,5 uur in de bus. Dan moet je wel winnen. Dat hebben wij ook gedaan laatst. Sorry. Ja, de wedstrijd, ja... Wel prima eerste helft. Snel op 1-0 gekomen. En tweede helft was ze overleven. Een uitstekende assist. Ja. Ik heb het een paar keer teruggekeken. Jij was analist bij die wedstrijd, Simon. Nou, het was natuurlijk een prima actie van Joris. Maar wat deed hij? Fijk was het? Ja, Fijk. Ja. Wat was hij aan het doen bij die achterlijn? Ik vond het heel mooi verwoord van Buijs aan het einde. Normaal gesproken had Joris gewoon tegen de cornervlag aangemoeten. Ja. Maar goed, dat heeft hij nagelaten. Maar hij is niet de sterkste verdediger. Terwijl ik wel moet zeggen dat Joris best wel goed op zijn benen staat. Dus dan is het ook niet zo makkelijk om hem weg te duwen. Maar het was een mooie actie. En hij wil die bal pakken. Ja. En hij is niet voor de tegenstander gegaan. Dat was zijn fout. Ja. Maar een uitstekende goal. Prima assist. En ja, vooral die voorzet was goed. Ja, die voorzet. Ik vond die voorzet zo mooi. Want eigenlijk kon Vincent Janssen ook niks anders dan dit doen. Nee, ja. Klopt toch? Ja, hij moest eigenlijk het best wel zo'n laag te geven, maar dat kon net niet. Ja. Dus dan probeerde ik hem op zijn hoofd. En hij knikte hem goed door. Dat was wel goed. Ja. Dat was echt een goede voorzet. Ja, eerste helft was prima van, denk ik, van jullie. Tweede helft was het vrouw eerst. Ja, tweede helft zeker na de rode kaart was het gewoon... we zijn geen één keer meer over de middenlijn gekomen gewoon. Nee. Met de bal in ieder geval. Ja. En overleefd. Ja, het is weer een rode kaart voor Lucassen. Ik weet niet of er een patroon in zit. De laatste keer dat hier een AZ-speler zat, Vincent Janssen... Toen kreeg hij ook al niet zo'n snuggere rode kaart. Wat is dat met die jongen, Simon? Ja, hij is natuurlijk een jonge speler. Nummer 1 verbaasde mij dat hij daar op deze manier instapt als centrale verdediger. Wat überhaupt, hij mag daar wel eens komen. Maar het was volgens mij een counter waar echt maar 3 spelers waren aangesloten. En hij was er 1 van, dat vond ik wel vreemd. En tegelijkertijd stapt hij daar op een manier wat niet kan. Dus ja, wij kunnen lang en breed over discussiëren wat er gebeurde. Kan niet, mag niet. Ja. Mag ook een jonge speler niet gebeuren. Ja, 1 keer misschien. Maar het is niet zijn eerste keer. Dus hij moet nu klaar zijn. Hij is een groot talent. Hij doet het goed. En dat zijn de dingen die hij nog moet afleren. Ja, Vincent zei vorige keer naar PSV. Oké, we hebben met de groep erover gesproken. Met de trainers over gesproken. Hier gaat hij van leren. Nou, nu gebeurt het, ik denk, 3 maanden later weer. Vandaag weer met elkaar gesproken. Weer erover gehad. Nee, ja. Ik denk dat hij zelf wel beseft dat het niet heel slim was. Ja. Hij is heel gretig. Maar dat moet wel op een goede manier. Maar hij weet het zelf dat hij het... fout heeft gedaan. Ja, oké. De topper van dit weekend. Zat je in de Kuip? Of heb je thuis gekeken? Nee, ik heb thuis gekeken. En wat vond je ervan?
Vond je het een echte topper? Ja en nee. Goh. Nou, nee, omdat ik... Er komt een uitleg achteraan. Oh, mooi. Ik pak even wat te drinken. Ja, nee, je kan ook even een drinken hiernaast. Maar nee, omdat ik het voetbal niet hoogstaand vond. Van beide kanten niet. Maar ja, omdat de intensiteit van de wedstrijd en de wilskracht en de duels die gespeeld werden... Met name door Tony Villena, die boven iedereen uitstak. God, wat heeft die man een fantastische wedstrijd gespeeld. Ik ben wel eens kritisch over die man geweest, maar ik heb gisteren echt van die man genoten. Hoe die aanwezig was op het veld, ballen afpakte, voorop ging in de strijd. Vervolgens ook nog naar voren speelde, ballen afleverde, tot schoten kwam. Ik vond ook dat Feyenoord meer verdiend had. Maar dus ja en nee, over wat het een topper was. Ik heb wel twee keer drie kwartier aandachtig zitten kijken. Simon, jij ook gekeken? Ja, wat ik leuk vind is wel vooral bij Tony Villena, die er echt geen makkelijke half jaar achter de rug heeft. Nee. Dat hij zo na de winterstop opstaat. En kijk, hij stond echt op. Dat vond ik wel opvallend. Hij is ook een jonge speler. Hij heeft veel talent. Ik heb hem ook nog geschreven met Joris bij Jong Nederland tegen Slowakije toevallig. En ik vind hem wel echt gegroeid. Ja. En maar vooral mentaal gegroeid. Dus ik vraag me af wat er precies is gebeurd. Vechtpartij op de training. Nou, maar het is niet pas sinds de winterstop, hè. Hij is eigenlijk, vanaf die klassieker speelde hij ook heel goed. Ja. En daarna is hij eigenlijk weer langzaam een beetje vast in het elftal gekomen. Ja, maar ik denk ook dat er een soort knopje bij hem is omgegaan op verschillende vlakken. Hij heeft natuurlijk in de zomer, is hij bij Feyenoord gebleven. Hij speelde niet, zat op een moeilijk spoor. Enigszins door de keuze die hij gemaakt heeft, hè, voor zijn moeder gekozen, voor zijn familie gekozen. Maar aan de andere kant ook... Hij speelde niet bij Feyenoord, omdat andere spelers beter waren. Dus hij zat eigenlijk in een dubbel pakket. En ik denk dat hij dat de afgelopen maanden een beetje een plek heeft kunnen geven. En dat hij nu weet, ook voor zichzelf, oké, nu moet ik vooruit. En dit komende half jaar moet ik laten zien wat ik in me heb. Nou ja, dat heeft hij gisteren wel laten zien. Ja, jij hebt hem bij Jong Oranje meegemaakt. Is het echt een speler van wie jij denkt, ja, het is eigenlijk ongelooflijk dat hij niet gewoon een vaste basisspeler is bij Feyenoord? Ja, ik ken hem al wat langer. Toch al die jeugdselecties hebben jullie doorgelopen? Ja. Hoe ik hem gisteren zag spelen, was wel de oude Tony. Ja. Overal op het veld. Fel, agressief. Dwingend, hè? Ja, heel dwingend spelen. Ja. Maar ja, hij moet gewoon vertrouwen hebben, denk ik. En dat krijgt hij. Ja. Ben jij nou zo'n voetballer die dan ook... Hè, je speelt zaterdagavond, dat je gewoon zondag de hele dag lekker op het bankje je voetbal gaat kijken? Ja, we hebben de eerste seizoen zelf wel heel veel wedstrijden gespeeld. Toen heb ik wel weinig voetbal gekeken. Ja. Maar nu ging ik er wel even voor zitten. Ja, en wat vond je ervan, van de topper? Vond je het eigenlijk ook echt een topper? Ik vond het sfeertje niet echt het sfeertje van een topper. De Kuip was een beetje stil, vond ik. Vergeleken met een klassieker tegen Ajax. Maar ja, wel genoten van sommige spelers. Ja, zoals wie? Ja, Tony en Guardado vond ik ook wel heel goed weer. Ja. Dus, hey, ze missen Kazim een beetje voorin, hè? Nou, het was wel een beetje... Nou, ja, Kramer die had in de eerste helft geloof ik één succesvolle paas. Dat was de aftrap. Nou ja, hij had de kans op. Ik weet dat het verboden is hier om iets kritisch over Kramer te zeggen. Nee, maar hij had niet zijn beste wedstrijd. Nou, kom op. Nee, hij had de kans op 1-0. Een fantastische bal. Nee, die bal die vanaf links, wie gaf die bal? Oh ja. Die bal, was het Elia of niet? Filena. Of was het ook Villena? Nee, Villena gaf hem voor hem. Die overschoot? Ja. Ja, Tony. Nou, wat een waanzinnige bal. Weet je dat nog eerst? Ja, hij had een stap extra moeten doen. Maar nou, toch geen goede naar de bal toe, toch? Aan je aanvallen nee, ja, die bal. Stap naar voren nog moeten doen. Nee, jij hebt de spits. Ja, maar hij was te ver van de bal, waardoor hij omhoog ging. Maar hij speelde toch niet goed? Nee, absoluut niet. Niet dat Kazim zo'n wereldspits is, maar nou hebben ze weinig achter de hand. Want er is nieuws over, geloof ik. Ja, hij is geschorst door Feyenoord tot en met 1 februari. Kazim? Ja. Ja, maar daar hoeft het niet over te hebben. Oké, niet over te hebben. Gaan we maar nee, ja, vind maar ik ook genoeg gepraat over. Ja, kom op als je je zo gedraagt tegenover een journalist. Maar Feyenoord heeft toch een probleem? Of is het gewoon Kramer in de spits en dat gaat vanzelf van een keer lopen? Ja, maar je hebt Kuyt ook nog, hè? In het centrum. Nou, hij kan ook in het centrum spelen. Ja, maar dat viel mij wel gisteren een beetje op bij de klassieker. Het was een beetje tam. Of klassieker, bij de topper. Het was een beetje tam. Feyenoord kon niks na die 1-0. Fantastische bal trouwens van Prupper. Die Pereiro gewoon voor open doel miste. En daar stond Moreno nog achter. Ja. Maar er kwam ook niks. Nee, ja, maar wij mogen ook niet vergeten dat de eerste wedstrijd is... Ja, misschien mag dat niet heel excuus zeg maar. Maar het is wel de eerste wedstrijd na de winterstop. En dat zijn de maar meeste. PSV kijk, ook we toch? Hebben, nee, dat klopt wel. Maar goed, laten we eens eerlijk zijn. Als de tegenstander wat zwakker is, dan is het makkelijk om te spelen. Ja. Maar ik heb het vaker wel. Het zijn de eerste 5 wedstrijden in het jaar. En de eerste 5 wedstrijden na de winterstop.
Dat zijn de topploegen die alleen maar één ding zeggen. Het maakt niet uit wat je doet, maar die vijf wedstrijden moet je gewoon winnen. Ja. En hoe je die wint, maakt allemaal niks uit. Want daarna kom je weer in het spel en daarna kom je weer in de flow en daarna gaat het weer verder. Dus de eerste vijf wedstrijden aan winterstop zijn meestal niet de meest aantrekkelijke wedstrijden qua spel. Qua spelbeeld ook. Maar goed, je mag wel vechten als Feyenoord. Maar is het niveauverschil tussen Feyenoord en PSV, als je ze naast elkaar zet, is dat gewoon eigenlijk wel gewoon heel groot? Ja, in mijn ogen wel. Vooral op het middenveld. Voor hetzelfde geld staat PSV trouwens wel gewoon een kwartier met 10 mannen. Arias. Ja. Niet slim. Dat is niet de eerste keer ook. Maar ik vond dat Feyenoord tot aan 20 meter voor het doel best wel aardig speelde. Alleen omdat ze daar de kansen, of tenminste te weinig kansen creëerden. En PSV toch een beetje op dat moment in de counter speelde. En die deden dat best wel aardig. En dan zie je toch, ik ben vorige week bij Barcelona geweest. Dus ik heb ook wel voetbal gezien trouwens. Humble break. Ja. Heb jij een leven, Geert? Ja. Nou ja, dat is een vrouw. Dat is een of wij even aan de wedstrijd kijken. Het was zo, ik was 3 dagen soort van op stap in Barcelona. En toen hebben FC Barcelona even meegepikt. Maar dan zie je echt hoe goed ze zijn. Dat weet je al. Ik zit zo vaak naar de televisie te kijken. En dan zit je in het stadion daar. En dan geeft Barcelona 6 keer gas. En dan scoren ze 4 keer. Echt op hoog tempo. En de rest van de wedstrijd spelen ze op 60%. En als je dan Barcelona in de buurt van het 16 meter gebied ziet, kijken hoe ze daar met elkaar combineren. Ik kijk gisteren ook even die goal weer. Die bal tussendoor waarin Suarez volgens mij scoort die assist van Neymar. En die situatie zat Feyenoord gisteren ook een aantal keer. Maar ja, dat is gewoon kwaliteit te weinig. Ja. En daardoor scoort Feyenoord niet. En als je dan die vergelijking maakt naar Barcelona, goh, wat heb ik genoten. Ja. Jullie hebben het komend weekend Feyenoord, hè? Ja. Kansen? Feyenoord thuis. Ja, Feyenoord uit was een van onze betere wedstrijden. Zeker wel. Alleen hadden we dan niet echt geluk dat de bal niet inging. Die 3-1, ja. Die de uur van de mat gespeeld. Ja. Ja. Maar dat was de periode dat bij ons alles invloog. Tegen dan. Oh, oké. Okay. Ja. Ik hoop dat nu het andersom is. Ja, als je het vergelijkt met je wedstrijd tegen AZ en tegen Ajax en PSV, is dan Feyenoord wel echt de mindere van die drie? Ja, ik denk wel. Ik denk PSV is echt een topploeg. Ajax vind ik ook. Maar, en die hebben ook spelers die het gewoon kunnen beslissen. Niet alleen voorin, maar achterin. Dat je er ook gewoon echt niet doorheen komt. En bij Feyenoord heb je wel het gevoel van, valt wat te halen. Ja. Ajax, nee zeg maar Simon. Nou ja, ik vind het vooral bij PSV. PSV vind ik echt een volwassen ploeg. Ja. Het is gewoon een ontypisch voetbal wat ze spelen voor Nederlandse velden. Het is echt een... Ik denk dat PSV ook in Europa wat kan bereiken, heeft bereikt. En dat zie je ook. Dat is puur volwassen voetbal. Het is puur het verschil tussen jeugdig voetbal en mannelijk voetbal. Maar ik hoorde het gisteren ook iemand zeggen van die as van hem, die staat toch ook gewoon als een huis met Moreno, Guardado. Ja, maar daar heb je het toch ook over types. Moreno komt uit Spanje. Espanyol, ja. Nou, dan heb je daarnaast Bruma, die heeft... Okay, die heeft ja, maar die ontwikkelt zich ook goed. Oké, okay, ja. Guardado, WK gespeeld in Mexico. Voorin, we kunnen voor Luc de Jong zeggen wat we willen. Is gewoon een superspits in mijn ogen, voor Nederlandse begrippen. Absoluut. Kan ook in het buitenland spelen in mijn ogen. Maar een volwassen speler die ook weet wat hij moet doen als hij niet in de positie komt om een goal te scoren. Mm-hmm. En hoe kom je daar als team? Hoe kan je meer van spelers vragen dan dat? Nou, dus maar wat ik mooi vind van PSV, wat je terecht zegt, eerste helft, ze voetballen totaal niet mee of zo, maar geen druk, geen stress, helemaal niks. En een momentje naar rust, 1-0. En ze houden tegen en counteren prima naar die 2-0. Cocu riep ook in het begin van het seizoen, of in ieder geval de eerste helft, van we gaan meer het spel maken en zo. Maar dat doet helemaal niet. Hoeft ook helemaal niet natuurlijk. Maar ze kunnen het wel. Ja, maar zeker. Ze hebben wel de spelers om het te doen. Nee, maar het is zeker een topwedstrijd. Als je ook ziet Europees dit jaar of Ajax. Ja, laat de tegenstander maar komen en dan keihard toeslaan in de counter. Ja. En gisteren die 2-0, die bal werd van de lijn gehaald en 10 seconden later lag die aan de andere kant erin. Ja, ik vind het een heel Ik vind het ook een hele interessante ploeg om te kijken. En ik vind het leuk van Cocu dat hij dit toch projecteert op zijn team. Ik bedoel, Cocu komt ook uit een team van Barcelona van vroeger, waar voetbal echt... Ja, dat je het zakelijke dat hij erin nou, heeft. Hij ziet het spel echt goed. Hij ziet de kwaliteiten van zijn ploeg. En hij ziet ook wat je nodig hebt in Nederland en in Europa. Want hij heeft wel een pool gehad waar iedereen zegt, ja, PSV, dat gaat in deze pool zeker niet ver komen. Nou, nee. Maar ook iemand van Jong Oranje, Jorrit Hendricks. Ja. Gewoon onbetwist de centrale middenvelder daar dit jaar nu met Guardado. Ja, kamergenoot van Jong Oranje. Ja, is geen kamergenoot, ja? Ja, ik ben er wel fan van. Hij krijgt nu, normaal speelt hij een beetje... Ik vind het een beetje gek, kamergenoot, ik ben fan van hem. Maar hij kent hem beter. Jorrit of... Nee, maar ga door, hè? Nee, ja.
gewoon een goede speler. Normaal een beetje punnen achter, maar nu staat Guardado daar. Ja. Ja, ik vind het goed. Ja, wat ik heel knap vind van hem, zeker in het seizoen dat ze nu spelen, en met 6 topswedstrijden in de Champions League, hij blijft gewoon overeind. Toont geen vermoeidheid in wedstrijden. Nee, ja, hij speelt gewoon zijn eigen spel. Wat hij ook in de jeugd deed. Ja, zag je het al aankomen bij hem? Ja, hij was vroeger centrale verdediger. En toen heeft hij de laatste jaren een stap gemaakt naar het middenveld. Maar hij heeft wel veel kwaliteit. Ja, dan naar die andere titelkandidaat, Ajax. Op bezoek bij ADO. We gaan zo skypen. Is er iets gebeurd dit weekend met Ajax? We gaan zo skypen met Freek Jansen van Voetbal International. Maar jouw eerste reacties. Ik zag vandaag voor mij op Twitter of Facebook een vraag voor jou voorbij komen. Laat het hebben over niet het voetballende gedeelte, het racisme gedeelte. Heb je dat meegekregen gisteren? Ja, maar moeten we dan praat ik liever voetbal. Er kwam een vraag voor jou voorbij. Of jij ooit in een wedstrijd ook zo'n situatie hebt meegemaakt. Ja. En wat jouw reactie was. Negeren het beste, toch? Want? Ja, kijk, je moet uiteindelijk wel, als je van het veld stapt en buiten het veld staat en iemand bent die op tv iets mag zeggen of ook in de media, dan moet je gewoon duidelijk zeggen dat dit niet kan. Ik vind het schandalig. Racisme hoort nergens meer thuis, vooral niet in ons land. In geen één land trouwens. Ik heb gisteren een mooi interview gezien van David Bowie. Met Ivonier, die echt fantastische dingen uitsprak. Ook integratie. En we moeten toch echt beseffen dat wij één wereld zijn. En dan kunnen we allemaal doorgaan. Maar we zijn gewoon één wereld. En we moeten beseffen dat we allemaal bij elkaar horen. Ja. Maar goed, dat is bijzijde. En racisme hoort bij mij niet meer thuis. Dat bestaat niet meer. Klaar. Dag Freek, goedenavond. Freekie. Over racisten gesproken. Nou. Hoi Freek. Hallo vriend. Jij zat gisteren in het stadion. Ik weet niet wat jullie allemaal gezegd hebben. Ik hoor jullie nu net in een paar seconden pas weer. Maakt niet uit, je hebt niks gemist. Niks gemist. Jij zat gisteren in het stadion. Ik had het zo vermoeden. Ja. En kreeg jij gelijk wat mee over de geluiden in het stadion? Ja, ik kreeg het al vrij snel mee hoor. Het was volgens mij in de beginfase dat er voor Midden-Noord wat gebeurde met Bazoer. En hoorde je al snel wel een beetje die reactie. En ja, dat werd op een gegeven moment wel wat heviger. Toen ging het weer ook weer wat weg. Maar ja, steeds kwam het ook weer terug. En dat was natuurlijk het meest vervelende. Ik denk dat de mensen die het de eerste instantie gehoord hebben, ja, waar we niet konden geloven. Dat die dachten van nou, misschien hebben we dit verkeerd gehoord. Maar ja, als je 3, 4, 5 keer hoort en dan ook wat langduriger, ja, dan kun je er ook niet meer omheen. Het is gewoon wel heel triest. Maar ja, dat zullen jullie ongetwijfeld ook gezegd hebben, denk ik. Ja, heb je nog jongens na afloop daarover gesproken of ging het meer over het voetballende gedeelte? Nee, het ging na afloop over alles, behalve het voetballende gedeelte. Nou, alles ging vooral hierover. En de wedstrijd stond helemaal in teken daarvan. En ik onder meer ook Vito Wormgoor, bij jullie bekend. Hij zat laatst ook bij jullie. En die had daar wel een hele, goed statement namens ADO. Die vond het ook schandalig. Die noemde het ook supporters onwaardig. En die is in de wedstrijd zelf ook naar Bazoer toegelopen. En heeft hem ook gezegd dat hij het zich niet te veel moest aantrekken. Dus ook de spelers van ADO zelf, die pikt het wel dusdanig op dat zij direct bij Bazoer min of meer gingen verontschuldigen. Dus het is, iedereen vond het heel triest. En je hebt ook genoeg gelezen, denk ik, in de kranten. De reacties ook van jongens als Ruben Schaken, Zuiverloon, Fraser. Ja, het is te bizar voor woorden. En ja, het is eigenlijk bijna onwerkelijk dat we in 2016 hierover moeten praten. Inmiddels gezien van ADO zelf en van Wicht zelf. Dat ligt er ook niet om. Hè. Freek, wat vind jij van de KNVB die gisteren eigenlijk zich verschool achter dat protocol waar ze het over hebben, hè? Dat alleen de club mag staken. De woordvoerder twitterde dat ook gisteren. Maar vanochtend was, hoe heet hij ook echt? Gijs de Jong. Die gooide dat hele protocol weer overboord. Die zei van Bazoer mag gewoon van het veld stappen als hij dat wil. Wordt hij niet gestraft? Ja, daarom. De communicatie van de KNVB intern is gewoon eigenlijk min of meer lachwekkend te noemen. Want gisteren gingen ze gelijk reageren, wat jij ook zei. Volgens mij hebben jullie dat ook gelijk op Twitter min of meer aangepakt hoe dat ging. Van gelijk reageren van wat er niet goed was en reageren hoe het wel moest. Ja, en dan komt vandaag weer een heel ander verhaal naar buiten. Dan denk ik, ja, KNVB, zorg nou eerst dat je dit gewoon zelf goed op orde hebt. Het is ook niet nieuw, of ja, het is nieuw. Kijk, die oerwoudgeluiden hebben we heel lang niet gehoord. Maar het beledigen van spelers is natuurlijk niet nieuw. Dat gebeurt vaker. Ja, dan moet je als KNVB en dan moeten ook de clubs weten. Oké, dan doen we het op die manier en niet anders. En je merkte gisteren ook na de wedstrijd, bij iedereen was er eigenlijk onduidelijkheid van
wie is nu de schuldig? Ja, de supporters zijn schuldig. Een deel van de supporters moet ook gezegd worden hoor. Van die, al die duizenden die er waren. Klein groepje die het deed. Maar ja, is dat ADO? Moeten die ingrijpen? Moet de KNVB ingrijpen? Moeten de spelers zelf ingrijpen? Het is... Het was eigenlijk heel vaag en dat moet de KNVB zichzelf aanrekenen. Maar de KNVB zegt nu eigenlijk van het maakt ons eigenlijk helemaal niks uit wat er gebeurt, wie wat doet, zolang wij er maar geen verantwoordelijkheid voor dragen. Ja, dus nou ja, maar daar heeft een zwakte bot. Ik weet niet ja. Nou ja, ik vind dat de KNVB daar op zich wel een punt heeft. Kijk, als dit gebeurt bij ADO Den Haag, vind ik dat ADO Den Haag moet optreden. Als ADO Den Haag met elkaar afspreekt, zo het bestuur van ADO Den Haag met de spelers, en die zeggen op het moment dat dit bij ons in ons stadion gebeurt, lopen wij als spelers van het veld af. Maar gebeurt het dus nooit. Hè? Nee, maar dat gebeurt nu nooit. Nee, maar als je het een keer wel gaat doen, dan ga je een statement maken. Kijk, dit heeft... Mag ik even? Dit gaat weg hebben over een week, dan horen we er niks meer van. Begrijp je? Zo gaat het. Dat is vaak genoeg gebeurd. Maar als ADO, met het bestuur en de spelers, die stappen gewoon van het veld af en die zeggen, dit willen wij niet, dan maak je een statement. Dat gaat de hele wereld over. Maar in de ideale wereld gebeurt dat, maar het gebeurt nooit. Dus die clubs, dus clubs hebben toch geen enkel belang bij om een wedstrijd te staken en dat risico te lossen. Dat is een beetje helemaal mee eens. Maar ze hebben wel belang bij dat een speler van de tegenpartij racistisch... Nee, want je zegt net zelf, van over een week lult niemand er meer over. Nee, omdat je het zo doorlaat gaan. Ja, maar zoals het nu gegaan is. Ja. Dit is een beetje als zelfs de politiebel deed hard. Niemand van tevoren überhaupt gedacht dat dit gaat gebeuren. Sorry? Niemand heeft rekening gehouden met zoiets. Nee. Kijk, het scenario is niet besproken met de spelers of binnen de club. Ja, maar dat is toch naïef? Ja, maar nu hoop ik dat ieder club het beseft dat dit kan gebeuren. Het is zo vaak gebeurd. Er moet een onafhankelijk iemand, volgens mij is de KNVB onafhankelijk, die moet gewoon dat beslissen. En niet de scheids en niet de spelers. Nee, de speler kan het niet beslissen. Maar de KNVB zegt dat nu wel, hè, dat Bazour het zelf mag beslissen. Nee, maar dat kan. Maar goed, de speler die op het veld staan, moet je er niet mee belasten. Moet van tevoren een protocol zijn. De club ook niet, want de club heeft heel veel belang, waaronder een financieel belang. Om de boel gewoon lekker door te laten gaan. Maar dan gaan we dus de verkeerde kant op. Dus als het financiële belang voorgaat boven het belang van de individuele speler die gediscrimineerd wordt. Maar dat heb je toch ook bij Utrecht gezien eerder? Ja, nou moet Utrecht er ook optreden. Ja, maar dat gebeurt niet. Nee. Ja, nou ja, maar er wordt toch gevraagd... We hebben toch een voetbalbond die dat allemaal in goede banen moet leiden? Ja, maar het gebeurt bij ADO Den Haag. Dus als ADO Den Haag dit goedkeurt, nou, dan moeten ze vooral doorgaan, lekker door. Nou, waar wel een rol het enige wat ik me afvraag, als je bijvoorbeeld een scheidsrechter mag een wedstrijd wel staken als hij zelf beledigd wordt. Ja, dat is zo hypocriet. En wat? Nee, maar dat vind ik wel. Ja. En nu wordt dus een speler op een hele nare racistische manier beledigd. Ja. Dan moet de scheidsrechter hetzelfde kunnen doen. Dus dan moet er van tevoren een protocol zijn. Dus op het moment dat de scheidsrechter of een speler... Maar toch? Protocol is er nou afgestapt van het protocol. Nou ja, het protocol is... Dat als het protocol is, de wedstrijd staken, nou, dan moet je degene die... Nee, je krijgt een waarschuwing en de wedstrijd wordt nooit direct gestaakt. Nee, wordt eerst tijdelijk stilgelegd en daarna definitief gestaakt. Nou, zo zou moeten... De ADO moet dan omroepen. Wil je alsjeblieft ophouden... Zo, er ligt gewoon een protocol. Waar in mijn ogen de belangrijkste rol ligt voor ADO is om nu na afloop... ADO Den Haag heeft het allerbeste stadion van Nederland qua beveiliging. Hè? Want wat in het Zuiderpark regelmatig fout ging. We zijn zo'n mooi stadion. Dat heb ik dus ook nog mogen meemaken, het Zuiderpark. Je moet door allerlei scans en er hangen zoveel camera's. Je kan echt precies terugzien wat er gebeurt. Daar ligt denk ik wel de echte rol voor ADO Den Haag. Dat ze nu die gasten... opsporen, maar voor zover ze nog niet weten wie ze willen gaan doen. Ja, nou, dat moet dan blijken. Dus maar dat is allemaal achteraf. En ik zat niet in het stadion, maar ik heb tv gekeken. En het is tenenkrommend dat steeds doorgaat. En dat er achteraf iets wordt gedaan. Oké, prima. Maar op het moment zelf moet iets gebeuren. Absoluut. Want het kan niet 90 minuten lang zo doorgaan. Maar Fox ook, hè. Want Fox heeft dat gewoon die hele eerste helft een beetje aan zitten kijken. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, dat het... Er was een incident. Er was een incident. Ja. Noem gewoon wat het is. Er zitten gewoon racistische moloten daar op de tribune. En dan... Die spreekt er nog? Duidelijk. Ja, maar voordat we terug gaan naar Freek. Joris zit hier het hele gesprek niet aan te horen. Wij hebben nog niet jouw mening hierover gehoord. Jij bent een speler. Ben je nou eens met het ene kamp die zegt... Oké, het moet vanuit de spelers komen. Of vind je, nee, dit is niet onze pakje aan. Nee, ja, ik denk dat spelers niet willen toegeven. Die willen niet van het veld lopen. Zo'n keer met Altidoor gebeurt bij AZ volgens mij. En bij Go Ahead gebeurt het elke wedstrijd. Dus ja, ik vind dat de club gewoon actie moet nemen. Maar ook tijdens de wedstrijd, niet achteraf. Dan is het, wat hij zegt, dan praat je er een week over en dan is het vergeten. We zien spelers met shirts soms in de warming-up het veld opkomen. Of met een wedstrijdopstelling in de Champions League overal. Respect. Against racism. Dat is de campagne van de KNVB. Allemaal die teksten en dan gebeurt het en dan voetballen we gewoon door. Zonder respect geen voetbal. We gaan even terug naar Freek. Want Freek zit ondertussen. Ik heb een vraag voor Freek. Ja, Freek zit te eten en te drinken, te twitteren. Die zit alles te doen. Ik heb een vraag voor Freek. Ondertussen VI radio te maken. Maar Peter, je hebt een vraag. Ik zit hem op te vreten hier. Weg.
Nee, ben ik er. Nee, maar ik vroeg me even af aan Simon, wat een paar jaar geleden, misschien dat jullie het al over gehad hebben hoor. Met Den Bosch AZ was voor de beker. Klopt ja. Ja, Eltidoor, dat zei Joris net. Oké, ja, wat stapte Verbeek toen met AZ van het veld? Hoe ging dat toen? Nee, toen zei Eltidoor volgens mij van, ik wil blijven spelen. Ik wil niet toegeven. En dat zou elk speler doen, denk ik. Ja, en toen was ook, ik weet niet of hij zelf nog scoorde, volgens mij was hij toen ook wel aardig belangrijk, die wedstrijd. Ja. Want dat merkte je gisteren wel op een gegeven moment. Als onafhankelijke kijker hoopt je eigenlijk dat Bazour gewoon drie keer een bal de kruising in zou schieten. Ja. En dan van het veld lopen. Iemand die het publiek stil kreeg. Ja, en dat was min of meer eigenlijk een... Maar je moet het niet aan spelers toe overlaten. Nee, ja, nee, maar absoluut niet. Je moet het echt van de spelers overlaten. Peter, ja. Jij had jij nog een vraag? Nee. Nou, dat gaat eigenlijk niet hierover. Dus als iemand nog hier iets over wil zeggen, dan moet je dat niet zeggen. Maar... Je bent ook Ajax, ik kalmeer een beetje. Ajax noemde Cillessen een bikkel. Nadat hij weer doorging, nadat, wat was het, Schaken geloof ik, zijn halve voorgevel eruit schopte. Een dezeeltje, hè? Wat vond je daarvan? Want, een dezeeltje, ja. Wat vond je daarvan? Dat ze dat dan zien als iets heel stoers, dat die jongen doorgaat. Terwijl je kan ook zeggen van, misschien heeft hij wel hersenletsel, is hartstikke onverantwoord, haal hem eraf. Goeie vraag. Alsof we dit hebben voorbesproken, maar... Ja, we voelen we elkaar aan, hè? Nam ik jullie op, want ik had net iemand van Ajax aan de telefoon en ze hebben vandaag onderzoek verricht. En hij had en heeft geen hersenschudding. Dus dat was het dus absoluut niet. Maar ik snap wel jouw vraag van... was het wel verantwoord? Ja, ik denk dat ook zoiets in de split second beslist moet worden. En je zag Cillessen, je kon hem ook liplezen... dat hij ook zei van... nee, ik wil verder, 100%. Dus ja, dan moet hij verder. Ja, het is zijn eigen beslissing geweest. Kijk, doet hij gisteren iets heel geks na dat incident. En dan zie je aan hem dat hij... toch helemaal groggy is of wat dan ook, ja, dan krijgt zo'n club pas alles over zich heen, wat in het verleden ook was gebeurd is bij andere clubs. Ja, ja, maar... pakt het goed uit of niet in, hij heeft de nul gehouden. Ja, ik vind het lastig inschatten. Kijk, je weet ook niet precies wat het nou, hij komt verder, hij heeft vandaag ook onderzoeken gehad en het is niks, er is geen schade aan zijn tanden, hij heeft geen hersenschudding, hij heeft alleen in het gezicht wat wondjes en dat moet de komende dagen herstellen. Ja, lastig, maar ik denk ja, als hij zelf verder wilde en hij heeft verder gekund, ja. Dan... Maar ja, die Duitser in de finale die wilde ook door. En die liep ook waarschijnlijk. Die wist een week later nog niet eens waar hij woonde. Hey Freek, het is sowieso wel een beladen week voor ADO, zeker na dit duel. Maar voor mij, woensdag gaat het erover dat het geld nu echt definitief binnen moet zijn. Want anders worden ze teruggezet, toch? Ja, het is heel gek dat men in Den Haag hoopte dat het niet over Wang zou gaan. Nou, we gaan het er heel even over hebben. Gisteren en vandaag gaat het over de hoorhoudsgeluid, noem alles maar op. De Wang van Cillessen. Ja, stiekem verlangen ze weer dat het weer gewoon over Wang gaat. Ja, dus ik heb ze juist inderdaad ook maar even gebeld van hoe staat het ervoor. Nog steeds geen geld binnen. Wat je zegt, nog 2 dagen. Komende woensdag is toch echt een deadline, wat ook echt met hoofdletters als deadline staat in Den Haag. Wat inhoudt dat het geld binnen moet zijn. Is het niet binnen? Ja, en dan gaan wij met z'n allen gewoon blind vanuit dat Wang niet gaat betalen eigenlijk voor woensdag. Ja, dan komt ADO categorie 1, want de licentiecommissie van de KNVB komt komende woensdag bij elkaar. Die gaan eigenlijk al die clubs min of meer indelen in de categorieën. Of min of meer, die gaan die clubs in de categorieën indelen. Ja, en ADO komt onderaan de streep tekort, dus die zal van categorie 2, waarbij Jan Willem Wicht aangaf dat ze eigenlijk hoog in categorie 2 zaten, dus alle richting categorie 3 dachten te gaan, komen ze gewoon in categorie 1 terecht. Dus onder curatelen, waarbij je volgens mij boven de 15.000 euro aan investeringen moet je eerst voorleggen aan de KNVB. Ja, kortom, dan kom je 1,3 miljoen tekort en dan zit je in één keer in financieel zwaar weer. En ja, daar ziet het naar uit. En dan woensdagavond is een aandeelhoudersvergadering waarvoor Wang ook is uitgenodigd. Maar ook die kans is heel, heel klein dat hij daarbij aanwezig zal zijn. Dus ja, dan heb je het over wat andere aandeelhouders. 1% gemeente, 1% HFC. En die komen er bij elkaar en die gaan dan praten. Ja, over die 2%. Ja, maar laten we even hopen dat het allemaal goed komt. Want er heeft niemand baat bij in Nederland dat... Gaat het als het geld... Dat kan Freek veel beter zeggen. Freek, als het geld wel gestort voor woensdag... Is dat eigenlijk wel goed voor ADO? Goed. Wat zeg je? Dan komt het nog niet goed. Nee. Nee, ja... Ja, maar er moet een oplossing komen. We zitten er een half jaar nu al mee. Wat denkt dat ADO de oplossing zal zijn als het geld niet gestort is? Waar denken ze zelf aan? Ja, de enige oplossing... Ja, daar komt even een reclamespotje komen. De woensdag in VI, 6 pagina's. Maar het is niet voor u die bed. Nu mag het voor VI. Heel nee, goed, Freek. Het hele ADO gebeuren heb ik. Daar komt komende woensdag een groot verhaal in waarin alles en iedereen aan het woord komt qua alle geledingen. Dus van Fontijn en Van der Kallen die bij deze deal in het begin betrokken waren.
tot aan de politiek, tot aan de KNVB, maar ook China-deskundigen, noem maar op. Iedereen is eigenlijk over één ding eens en dat is ja, dat het alleen op te lossen is als die aandelen terug naar Nederland komen. Maar ja, dan moet je wel eerst naar Peking, dan moet je met Wang gaan onderhandelen, dan moet Wang van die aandelen af willen en dan moet je ook nog het bedrag op tafel willen en kunnen leggen wat hij wil. En hij heeft 11,5 miljoen geïnvesteerd in ADO, nou hij zal waarschijnlijk niet minder willen hebben. Dus ja, dan ga je dus al richting de 15 miljoen. Ja, die zijn er niet. Er wordt van alles geroepen en geschreeuwd in Den Haag. Maar je merkt ook wel mensen binnen en rond de club die zeggen, ja, men roept van alles. Maar aan het einde van de rit krijgen we niet een groep bij elkaar die wil investeren. Ja, en dan ben je afhankelijk van Wang, want die heeft 98%. Dus ja, een andere oplossing is dat je moet proberen om Wang weer te pleasen en voor je te winnen. Alleen, ja, je merkt aan alles dat ADO niet alleen helemaal klaar is met Wang, maar dat Wang ook wel helemaal klaar is met ADO. Dus dat ja, brengt toch wel een zorgelijke situatie met zich mee. Man. Planten telen in het ADO-stadion. Planten telen, ja. Maar ze maakt maar wel een goede oplossing, hè? Dat Vito Wormgoor dat geld in China moest gaan ophalen. China gaat aan. Ja, met Beugelsdijk meenemen met z'n tweeën. Wordt het niet tijd dat jij een keer daarheen gaat naar Wang om een goed gesprek te voeren en een mooi interview met hem te houden, Freek? En dan via Skype voor jullie? Ja, vanuit Beijing. Dat is wel een optie. Nou, dat is wel wat jij ook zegt van wat is nou het verhaal van Wang? Iedereen die wacht daar een beetje op. New York Times heeft het een beetje eruit gekregen, maar ook niet echt wervende quotes. En ja, de China-kenners die geven ook aan dat in China is helemaal niet gebruikelijk om via de pers te communiceren. Dat is men daar niet gewend, dat doet men daar ook niet graag. Dus ja, het is heel lastig om een vinger erachter te krijgen wat Wang nou eigenlijk wil. En ook de clubiconen van ADO die zeggen ook van ja, nog steeds na ruim een jaar, want 23 januari vorig jaar toen nam Wang ADO over. We zijn nu bijna een jaar verder. Weet eigenlijk helemaal niemand wat Wang wil met ADO. En ja, daardoor zorgt het ook voor een soap. En daardoor zorgt het denk ik ook voor dat we, denk ik ook in dit programma nog heel vaak over ADO, Wang, Chinezen, wel of geen geld gaan praten. Hoe rijk is die Wang eigenlijk, weet je dat? Nee, dat is, dus, dat is heel onduidelijk. Lees je eens even in, joh, Geert. Hey. Nee, dat komt pas woensdag uit. Dat blog. Ja, dan maanden bezig. Prima opmerking van Geert. Nee joh, Freek, je hebt er al 8 keer, ja. Freek heeft er al 8 keer over geschreven. Ja, lees die stukken van Freek. Nee, maar niet over het vermogen van Wang. Ja, nee, het vermogen van Wang. Nou kijk, Wang zelf. En nu komt een beetje een vaag verhaal. Dus blijf even scherp bij. Anders ik hoor niet gek. Net wel op. Je kan het anders wel even jullie scherp houden. Wang is mede-eigenaar. Maar zijn zwager, en die heet ook Wang. Een man met het grote geld. En dat is eigenlijk ook min of meer gewoon de baas van United Fansen, van dat bedrijf. En die zwager, die bepaalt eigenlijk wat er gaat gebeuren. Alleen, die zwager heeft helemaal niks met voetbal. Dus Maarten van Tijden vertelde dat ook mooi, die was vorig jaar daar. En die merkte al snel dat de Haagse Wang, ja, we hebben de Haagse Wang, dat die het wel heel goed vond. Die had het over die modellen en die wilde met ADO in zee en noem alles maar op. Ja, ja. Maar de andere Wang, de Chinese Wang. De aangetrouwde Wang. De aangetrouwde Wang. Koude kant. Die vond het eigenlijk maar allemaal helemaal niets. En daardoor duurde het vorig jaar heel lang. En het kan ook natuurlijk zo zijn, wat je ook zegt. Van, ja, dat bedrijf van die andere Wang, die Chinese Wang, zit in het Oermoerhout goed. Dat gaat heel slecht in China. De beurzen in China gaan ook heel slecht, heb ik me laten vertellen. Dus dat ze ook financieel helemaal niet zo kapitaalkrachtig zijn. Dus het geld wat ze nu moeten investeren in ADO, wat ze hebben beloofd, dat ze dat op dit moment gewoon helemaal niet hebben. En dat ze daarvoor weer allerlei andere mensen een andere bron moeten aanboren. Dus ja, het is inderdaad, nogmaals terug te komen. Geert, scherpe vraag. Ja, nee, maar ik heb lekker een kort antwoord. Ik zie maar één oplossing. Een ander gerucht. Bert van Leeuwen sturen. Ja, familie een ander gerucht is dat die Chinese Wang, die is vreemd gegaan met de zus van de Hollandse. Ja, oké, genoeg. Dat is en bom. De dochter van de ene, ja. Bom. Freek, dankjewel. Ook dankjewel dat je ons tegenwoordig kan bijpraten over familiesituaties in China. Dankjewel. We gaan het woensdag allemaal lezen. Ik ga hem speciaal kopen voor Geert. Dan gaat hij in ieder geval die rare vraag stellen. Hij heeft een abonnementje, toch? Sowieso, internetabonnement. Maar zijn er geen stappen mogelijk, risico's zoals stappen? Freek, dankjewel, tot volgende week. Hoe wil je dat, hoe zie je dat voor je? Ja, nou, dat vraag ik me af. Als een bedrijf mismanagement meegedaan, dan is hij heeft alle aandelen. Ze zit in de hij is gewoon de grote baas. Maar goed, genoeg over Wang, want hier kunnen we, dit is het probleem. We weten er te weinig vanaf. Maar ik vind die update van Freek. Wij moeten even een crowdfunding starten voor Freek dat hij naar China gaat. Ja, dat zou mooi wezen, zeg. Freek is toch zonde van zo'n club? Freek naar China. Nou, ja, we gaan het weer over voetbal hebben. Sander Schrik. Geert, bij Ajax en Feyenoord vielen de spitsen weer heel erg tegen. Van welke spits werd jij wel vrolijk te fieken? Nou, sowieso van Vincent Janssen, die gewoon één kans kreeg en die bal binnenknikte. Maar nou, we hebben het wel over Kramer. En we mogen uiteraard kritisch zijn over Kramer. Maar Kramer is al, als Kramer te weinig bediend wordt bij Feyenoord, dan zien we niet zoveel van Kramer. Dat zal hij zelf ook in de gaten hebben. Sterker nog, we hebben het hier wel eens over gehad. Ja.
Maar dat is ook wel een beetje het probleem. Kramer kan heel goed zijn als je hem bedient, maar Feyenoord heeft moeite om de spits sowieso te vinden en te bedienen. Ja, dan heeft Feyenoord heel veel moeite met scoren. Maar wie vond je wel goed? Vincent Janssen, nog anderen? Ik was blij dat... De scoren dit weekend niet per se veel spitsen. Ik heb vooral heel veel andere spelers zien scoren. Ik heb verdedigers zien scoren bij Zwolle bijvoorbeeld. Utrecht? Ja. Bij Utrecht. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Ja, het was niet echt een spitsenweekend. Nee, maar die Lars Veldwijk deed alleen maar assist gegeven volgens mij. Ja. En die wilde die penalty nemen en de bal werd uit zijn handen gepakt hier. Weer iets over. Maar wat ik even wil weten, was wel weer een spits die weer scoorde. Ja. Belangrijk was voor zijn ploeg, Santos van NEC. En die zegt doodleuk wat die kost na afloop. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee. Wat vind je ervan? Nou, geld was altijd te duur, dus dat had geen net om te noemen. Nou ja, kijk, het voordeel is, hij is natuurlijk voor een beetje goedkoop bij NEC gekomen. En die jongen wil natuurlijk ook verder. Ja, laten we even kijken. We hebben het nu voor mij voorstaan. Het interview met Hans Krijber, Fox Sports. Can you tell us what you have to cost? What is the price? Ah, my price, it's 300,000. So I have a fixed clause. 300,000? Yeah. So this was the last interview I made with you in an NEC shirt. Congratulations. Yeah, you're welcome. You deserve it yourself. Well done. Thanks. Ja, en dan voor de mensen die geen Fox Sports hebben, dacht hij, joh, hè? Ik heb ook heel veel Instagram-volgers. En hij heeft ook een berichtje op Instagram gezet om voor de mensen nog duidelijk te maken hoe het precies in elkaar zit. Dus het is 300.000 voor clubs. Kijk, hier is die. To avoid any doubt, my clause is 300.000 euro for any club placed below 4th place in any highest league. Waar kom je nog vandaan? Ja, ja. Clubs placed between 1 and 4, it's 500.000 euro. Yes, I'm Neil Peterson. I'm from Ireland. My English is not so well. Heb jij dit wel, wat vind je ervan dat iemand zich zo aanbiedt? Nee, hij wordt ernaar gevraagd, toch? Hij geeft eerlijk antwoord, ja. Hij wordt gevraagd. Nee, maar dit doet niemand. Maar dat je vervolgens nog op Twitter het erbij gaat gooien? Instagram. Of Instagram, wat het ook is. Nou, dat betekent dat je... Maar waar was Twitter? Nou, dat geeft alleen maar aan dat hij eigenlijk best wel graag van Twitter op Instagram. Nou, hij is er wel klaar mee. Ja. Ik moet zeggen, ik heb wel het idee dat hij het niet nodig heeft. Nee, vind je het een goede spits? Vraag ik. Ja, ik vind het een hele goede spits. Kijk alleen naar zijn rendement. Maar is hij goed genoeg voor de top 3 in Nederland? Ja. Goede uitspraak, Daan. Je weet dat ik nooit op een uitspraak verlegen zit, Simon. Je hebt hem vaak gezien spelen? Ja, een paar keer. In het ik zou wel naar Verona Voorde bij nemen. Die vind ik heel goed dit jaar. Weet je wat het is? Is dat, dat spitsen die bij een... kijk, hij krijgt kansen en die zet hij om in doelpunten. Ja. En bij een grotere club, uiteraard is er meer druk bij een grotere club. Maar over het algemeen krijg je bij een grotere club ook meer kansen. Is dat zo? Dat zie je bij Kramer. Ja, dat is een goed punt. Dat is een goede uitzondering. Maar als je kijkt naar deze gast, die heeft volgens mij meer dan 10 doelpunten gemaakt. Schiet strafschoppen onberispelijk binnen. En ik denk dat hij bij elke topler van de meerwaarde kan zijn. Joris? Ik weet het niet. Ik heb hem niet heel veel zien spelen. Maar ja, ik ken hem niet voordat hij bij NEC kwam. Je zag hem toen, jullie speelden in de mist tegen. Misschien heb je hem de hele wedstrijd niet gezien. Nee, ik heb hem niet gezien. Wel een mooi doelpunt gemaakt. Maar ja, volgens mij heeft hij er 12 in liggen. Dus ik zou, als ik hem was, zo snel mogelijk stap maken. Hoe kijk jij? Want Simon zegt terecht, hè? Jean-Paul zegt, nou ja, definitief halen. Toen zag ik Simon zo halen. Na top 3 vind ik wel een aardige uitspraak. Van NEC meteen een half jaar. Maar hoe kijk jij naar potentie van spelers waar je tegen speelt? Dat je denkt, oh ja, die heeft misschien wel in zich om iets hogers te halen. Nou, dat denk ik niet direct bij Santos. Want die, ja, hij maakt kansen af, maar voetballend is het niet, valt niet heel erg op. Maar bij NEC wel, wat Jean-Paul zei, naar Verona voor. Ik denk dat die kan wel aardig ballen. Ja? Ze is echt rijp voor een stap omhoog. Maar we hebben ooit nog Pipo Inzaghi gehad. Die kon helemaal niet voetballen. Maar schoot toch in de Champions League en bij AC Milan in de competitie aardig wat balletjes. Hij speelde ook in een heel slecht team toen. Ja, ik wil net zeggen, maar... Dat weet ik. Dat weet ik, maar daar... Ja, maar ik begrijp jouw standpunt. Ja, daar kreeg hij dus heel veel kansen. En die schoot hij gewoon 8 van de 10 misschien wel binnen. Maar zullen wij niet gewoon een eerst een tussenstap doen bij een speler als Santos? En niet meteen over de top 3 pakken? Nee, maar de vraag van, is hij goed genoeg? Ik denk dat hij dat wel kan worden, laat ik het zo zeggen. Oh ja, dat sluit niemand uit. Maar ik zou nu, als ik Ajax was, niet zeggen, ik haal meteen Santos. Die moet Ajax nog halen. Dat vind ik ook met een Tanane bijvoorbeeld. Vind ik ook te snel. Als je een Traoré noemt van Chelsea. Nou, dat is voor mij een spits. Ja, daar zeg ik, die kan bij Ajax wil nog een spits halen. Dat heeft Frank de Boer gezegd. In ieder geval, ze zijn aan het zoeken. Maar gaat Guus dat toestaan? Niet iemand binnen Nederland? Voor Ajax? Ja, nee, ik vraag het. Ja, dan ga je toch wel aan Haller denken. Maar ik weet niet hoe dat zit. Qua financiën.
Haller en Ajax? Dure speler. Hele dure, is toch geen type speler? Nee, dat vind ik ook. Nee. Dan ik zie het zou zomaar kunnen dat Ajax helemaal geen speler meer houdt. Nee, dat kan wel zijn. En Milik, maar ik vind Milik ook niet zo slecht in het huidige Ajax spelen. Nee, Ajax staat bovenaan. Ja, dat vooral Ajax is niet spannend of zo, maar staat gewoon bovenaan. Ja, maar kijk, met Traoré haal je echt een meerwaarde voor een team binnen. Daar kom je echt, dan maak je ook nog verschillen die de actie vanuit de middelen zelf kan maken. Dus, ik heb hem vorig jaar verteld, ik heb genoten van zo'n spits. Kijk, dan zeg je echt, ja oké, als je investeert, dan haal je een meerwaarde binnen. Maar je moet wel echt een speler binnenhalen die beter is dan Milik. Ja. In mijn ogen. Nog even terug snel naar Santos. Ik weet dat bij jullie, er zijn gerucht dat AZ belangstelling voor mij heeft. Denk je dat hij iets toevoegt bij jullie? Hij heeft gezegd dat hij niet goed voetballend is. Dus, ik denk niet echt dat hij nodig is. We hebben Vincent Jansen. En daarachter hebben we nog Mounir die in de spits kan, Robert Muren. Dus, hoe hoog is jouw clausule, jouw contract? Ja, die heb ik er niet in. Oh. En, anders zou ik het ook zeker niet zeggen. Nee, zou je niet zeggen? Ja, weet je hoe het is wel opmerkelijk, toch? Weet je hoe het zal zijn? Nee. Oké. Okay. Hoe goed ben je in voetbalquizzen? Ik, weet niet. Niet echt goed, denk ik. Niet echt goed. Nou, er zit iemand naast je die heel goed is, Simon. Die gaat je ook zeker helpen met deze... Die blik. Die gaat je ook zeker helpen met deze vraag. Oh, die blik. Want dit was de vraag van, niet vorige week, maar van vorig jaar. Want dat was de laatste uitzending. Wie verloor met twee verschillende clubs in de Europa Cup 1 finale? Hoewel zijn club beide keren geen doelpunt incasseerde en hij in beide finales scoorde dat was in toch die, de penalty serie. Ja, laat eerst even de gast van deze week, Geert. Jij hebt 3 weken de tijd gehad. Ja, maar ik heb me niet bezig gehouden. Was het Zuid-Amerikaan? Is het Mats Zeuntjes? Nee, was het die Carlos Mozart? Ik had ook Valencia getipt. Ja, goed van mijn blaadje gelezen, klasse jongen. Nee? Van afkijken? Ja. Carlos Mozart. Oh ja, vorige keer. Ja, laat maar gaan. Ja, maar welke teams dan? Nee, ik zou geen flauw idee. Ja, daarom. Goed afgelezen. Maar dan hadden een paar mensen het goed. Waaronder Jaap van Zessen. En daar heb je Jaap. Bekend van het FIFA-toernooi. Voetbalculture shirt. Jaap, gefeliciteerd. Goeie baard. En voor mij hebben we nog een oude foto, hè, van Mozart. Ja. Even kijken. Ah, ik hoor ja. Hey, ja, tweede van links voor mij. Boven 100. Boven. Dat zijn wel de betere shirts dit. Toch? Maar nu is de vraag, welk team is dit? Benfica. Is het Benfica? Ja. Oké. Okay. Oh, dat waren die... 88. Die series achter elkaar dat ze verloren. 87, 88. PSV 88. Nou, de vraag van deze week. Iets makkelijker voor jou. Speciaal voor goed jou. Goed team trouwens mij toen. Joris. Welke twee spelers scoren voor twee verschillende clubs in de finale van de Europa Cup of Champions League? Of Champions League. Weet je wat ik denk? Ik denk dat hij net genoemd is, die man. Ja, maar laat ze even nadenken. Welke twee spelers scoren voor twee verschillende clubs? Nou ja, misschien wel Inzaghi, ja. Juventus en Milan. Dat zeg ik. Dat is misschien wel één. Nou. Ja, voor Juventus? Oké. Okay. Ach, nee. We moeten de vraag in het Engels voornemen. Nee, het is niet goed, hoor. Het is niet te zijn. Prima. Mochten jullie thuis wel het antwoord weten... Hebben jullie iets wat Niel in het Engels kan voorlezen? Ik weet niet of iets in het Engels wil voorlezen. Inzaghi is niet goed. Dat ga ik je vast helpen. Mocht je het antwoord wel weten... Hashtag FC afkicken. En dan maak je kans op een voetbalculture shirt. Ja, we hebben het niet heel vaak over de Jupiler League in FC afkicken. We hebben af en toe wel een gast uit de Jupiler League. Waaronder Bart Vins. Maar we praten er eigenlijk niet veel over. Maar we hebben iemand gevonden die ons elke week gaat bijpraten over de Jupiler. Ja, jazeker. Jong Wellens op Twitter, wel bekend. En in ruil voor een kratje Jupiler praat jij elke week in 2 minuten ons bij over de Jupiler League. Welkom bij het Jupiler League weekoverzicht. Ja, het verlies van Go Ahead en de winst van RKC waren toch wel 2 dingen die er voor mij bovenuit staken. Ja, ik weet het niet, ze hebben het niet meer. Voor mij waren het toch wel een van de titelkandidaten voor dit seizoen. Het is niet echt om over naar huis te schrijven, het spel van de afgelopen weken. Palingboeren! Ja, helaas. Was niet eens een hele slechte wedstrijd van Volendam kant. Ze hebben het niet meer na de eerste periode. Ja, ik weet niet, de tweede helft was ook nog wel vrij aardig. Alleen ja, het resulteerde niet in goals. Voor mij was het niet een van de titelkandidaten voor aan het begin van het seizoen. Maar zoals je ziet hebben ze de aanval ingezet op Sparta. En hoe ze nu spelen maken ze misschien nog wel een goede kans ook. Ja, ik denk toch Sparta.
zag Jong PSV, vind ik toch een iets beter elftal hebben. En voor mijn gevoel speelde hij ook wat vaker met een vaste groep. Bij Ajax fluctueert nog wel eens met het eerste elftal. Maar bij Jong PSV, die Bergwijn vind ik een hele goede speler. Rai Vloed, de zoon van. Ik denk dat die wel een aardig elftal hebben. Ja, NAC Eindhoven, de Brabantse derby. Ik denk dat NAC deze lijn wel door kan zetten en van Eindhoven kan winnen. In Groesbeek wordt niet gevoetbald vanavond. Nee, ik bedoel, de scheidsrechter heeft vanmiddag om 12 uur al de wedstrijd afgelast. Groesbeek, ik weet niet echt precies waar het ligt. The one and only Jinti Kanepeel. Jinti Kanepeel. Jinti Kanepeel. Ja, ik weet niet, ik ben hem, ik vind het gewoon geweldig. Allereerst door zijn naam natuurlijk. Samen met Fries de Schilder zijn dat toch wel twee prachtige namen in je elftal. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon een hele goede voetballer. Hey, pak je alvast een paar koude pijpen. Ik denk dat het gaat resulteren in een 3-1 overwinning van NAC. Ik bedoel, Eindhoven heeft natuurlijk wel Fries de Schilder en Jinti Kanepeel. Maar bij NAC speelt natuurlijk Mat Seuntjes. En ja, met Mat Seuntjes gaat NAC het wel winnen, denk ik, vanavond. Dit was het Jupiler League weekoverzicht. Tijd voor een koud pijpje. Want ik scheur van de dorst. Ja, volgens mij ben ik inderdaad de enige van FC Afkikken die überhaupt de Jupiler League kijkt. Dus ik kan ze toch alles wijsmaken. Jezus. Goed, dat we de kenner eindelijk in het programma hebben. Goed, de kenner van de Jupiler League. Je kan het videootje helemaal terugkijken op ons YouTube-kanaal. youtube.com/FC Afkikken. Elke week gaat hij nu de Jupiler League voor ons volgen. Prima boer ook op het einde. Nou, maar die moeten we niet meer, die laatste. Nee, die boer moet eruit. Nee. Dat is zelfs jouw ordinair. Ja. Maar dan zullen we een compilatie maken van de belachelijkste dingen die jij hier geroepen hebt. Ja, maar dat is wat anders. Nou, een goede boer is ook niks mis mee. Ja, wel. Ja, oké, okay, doen we niet meer. Boer Geert bedoel jij? Over de Jupiler League gesproken, hoe is het met je oude club? Ja, niet echt goed. Nee. Is dan een rechte rijtje in de Jupiler League. Dordrecht 9 volg je ze nog een beetje? Dordrecht 9, ja. Kom, dat is al 50 jaar terug, hè, Nieuw? Mag ik het niet? FC Dordrecht. Staat hier ook gewoon in Dordrecht. Okay. Dordrecht nee, ja, ik ben nog niet gaan kijken dit seizoen, maar volgens wel. Ja, gaat nog niet echt lekker. Weer veel wisselingen met spelers. Maar ja. Hoe heb jij Marco Bogus ervaren daar? Goeie vraag. Ja, gemeen. Wel positief eigenlijk. Ja, even. Ja, nee, maar duurt echt al. Serieus, het was gewoon. Het is geen strikvraag. Kijk, we kennen allemaal de verhalen van Marco Bogus, maar ik ben gewoon benieuwd hoe dat echt gaat. Hè? We hebben natuurlijk gehoord van Jan Eversen, die is ermee gestopt omdat hij zich ermee bemoeit. Hoe ging dat soms? Nou, hij is heel uitgesproken, hij is heel eerlijk. Hij zegt wat hij denkt. Ja, je moet gewoon niet botsen met hem eigenlijk. En ik ben niet echt een speler die snel met iemand botst. Ik ben niet heel uitgesproken. Dus ik kon lekker mijn gang gaan daar. Nee, maar hoe is het als speler dat je daar zit en dat je hebt met Jan Evers te maken en vervolgens gaat Marco Bozer zich ermee bemoeien? Hoe is dat? Hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Ja, bij Jan Evers had ik nog wel het gevoel dat die er echt wel wat te zeggen had daar. Maar ja, je weet ook dat er meerdere meningen zijn die tellen bij FC Dordrecht. Maar ja, ik ervaar het niet als storend. Maar kan je begrijpen dat Jan Evers is weggegaan? ja, kan ik wel begrijpen. Ja. Nee, maar dat geeft. Maar dat weet je ook voordat je begint aan die klus. Dat ja, oké, okay, maar dat is misschien de les die voor nieuwe trainers die daar naartoe gaan. Ja, ik zou er niet kunnen werken op die manier. Maar, ik denk ook niet dat een club op die manier hoger gaat komen. Als een technisch directeur op de stoel van de trainer gaat zitten. Nou, maar bij Harry van der Ham werkt het wel, want die heeft kampioen gemaakt. Nee, maar het is, hij heeft het toch ook mee te maken? Nee, 100%. Maar wat ik wel over vorig jaar over Dordrecht moet zeggen, ik heb natuurlijk tegen jullie mogen spelen. En we hadden het net kort voor de uitzending erover. En wat ik heel interessant vind, is wel of jij, je speelde bij Dordrecht toch meer als nummer 10. Als ik het zo mag zeggen. Ja. En dat was wel opvallend welke stempel je iedere week op het team kon drukken. En ik zag je nu terugkomen op de wedstrijd tegen Roda. Ja, als rechtermiddenvelder, toch? Tweede, zes, acht spelen, ja. Met Ben samen. En dan ben je toch... Ja, je hebt natuurlijk fantastisch buiten je actie. Hè? Buiten de goal die je ook voorbereidt. Maar wat ligt jou meer? Ligt jou meer die positie nu? Kijk, als leermoment is het natuurlijk fantastisch dat je dit nu ook speelt. Mm-hmm. De moeilijkere positie is nummer 10. Dat staat ook buiten kijf. Maar je vult het wel hartstikke goed in. Je speelt er goed tussen linies. Dus je kan het wel. Ja, ik kan het wel. Ambieer dat of zeg van nou, ik vind het ook goed hoe het nu is? Nee, ik ambieer het wel, maar ik denk dat ik bij AZ, als je nu Marcus en Eriksen ziet, dat is vooral echt een loper. Ja. Eigenlijk alleen maar diep gaan aansluiten. Beetje een Lex Immers. Ja. Maar ja, zo kan ik niet echt spelen, denk ik. Nee, ik moet meer naar de bal tussen de linies. En bij AZ, ja,
kan ik dan, kom ik beter uit voeten als 6. Omdat het team veel loopt vooral. Yeah. Maar bij Dordrecht was het wel een beetje een vrije rol. Dat ik overal mocht lopen, dat lag me wel heel goed. Maar bij AZ is het nu meer een beetje box-to-box. En ook ze, ja. Ja, maar dat kan je ook makkelijk. Ja, richting de bal spelen. Ja. Maar ligt er wel een plan klaar, zeg maar? Van, er is heel veel interesse in Hendriksen. Mocht hij weggaan, dat jij dan de persoon bent die hem daar gaat opvolgen op die positie? Of ziet de trainer totaal niet zitten in jou als nummer 10? Nou, het is niet uitgesproken dat ik dan daar op die positie ga spelen, maar... Oh, goede foto. Ja, ik kan er wel spelen, dat weet de trainer ook. Maar die... Maar ziet hij jou daar ook graag spelen? Zoals Simon terecht zegt, vorig jaar bij Dordrecht, maakt hij daar heel veel indruk? Ja, nee, momenteel niet. Hij ziet me nu meer als een 6 in plaats van als een 10. Oké. Ik zag net een vraag voorbij komen over Billy Beane. Er was vorig jaar groot nieuws over dat Billy Beane adviseur zou worden van AZ. Hè? De man achter Moneyball. Merken jullie er iets van? Nou, ik heb hem nog nooit gezien. Nog nooit op de club gezien. Volgens mij niemand. Oké. En verder, ja, er zijn veel aankopen geweest, maar ik heb ook geen één keer gelezen dat het echt een Billy Beane aankoop is. Maar ook meer met jullie, zeg maar, binnen de selectie, aan de hand van data, statistieken, krijgen jullie veel tot je? Nee, eigenlijk niet. Ik merk er helemaal niks van. Ja, maar ik denk dat het heel moeilijk is voor een trainer als John van der Bron, die puur sang voetballer is ook, dit dan opeens alleen maar met cijfers moet John leren. Ik denk nee, dat het heel moeilijk is om dat... Het hoeft niet zwart-wit te zijn, hè? Je kan nog ja, maar steeds die discussie hadden die discussie hadden we vorige keer ook, toen ja. We echt in de detail optreden. Maar ik denk voor een trainer die op de oude manier werkt, want het zijn de huidige trainers allemaal. Ja, als ik nu het trainingspapier zou halen, zou ik ook nog steeds op de oude manier werken. Dan is het heel moeilijk dat je alleen maar naar statistiek... Nou, ik zou wel nog steeds wat ik geleerd heb als voetballer, zoals een trainer met mij omging, eerder loslaten op een ploeg dan dat ik alleen maar kijk, ja, oké, wacht even, deze statistieken, deze statistieken. Jij hebt toch deze nu de kans als jongen, stel even de hypothese dat jij over 40 jaar een groot trainer bent geworden. Over 40 over jaar? Over 40 jaar. Weet je hoe oud die man is? Hallo, rustig. Over 40 jaar, wat is dit nou, man? Ja, maar wij gaan wel verder in de tijd. Wij worden heel ouder. Je begrijpt me verkeerd. Nee, ze zit nog echt in de vakantiemodus, hoor. Misschien moet ik het anders uitleggen. Over een tijdje. Laten we uitgaan van de hypothese dat hij over 40 jaar een fantastische trainingscarrière achter de rug heeft. Ja, heel goed. Druk ik mezelf beter uit? Details, hè? Keurig. Oké. Zou je dan niet nu, als je daar aan het begin van die 40 jaar staat, denken van... Nou, ik sta aan de tijd van een nieuwe era, een nieuw tijdperk. Laat ik vooral meer meegaan, zoals op de Amerikaanse trainers en coaches daarmee bezig zijn met data. Laat ik dat nou vooral mee gaan nemen, voordat ik dat die slag mis. Nee, ik zou me er zeker wel willen inwerken en kijken wat ik daarmee kan. Alleen uiteindelijk weet jij net zo goed als ik ook, het komt altijd op de vorm en het samenhangen van individu's op het veld aan. En dan is het moeilijk om te zeggen, oké, de statistieken die passen nu bij die. Het is toch altijd, hoe ga je op het veld met elkaar om? Nee, maar dat zie je bijvoorbeeld nu ook. Laten we eens even terugkomen. Ik vind het zo leuk, want ik heb de wedstrijd toevallig mogen volgen. Dan zie ik dus een wedstrijd AZ. En als je de statistieken neemt van een Ben Rienstra en een Joris van Overheem, allebei sterk aan de bal. Nou, dan zul je waarschijnlijk paasstatistieken hebben. Zul je waarschijnlijk statistieken hebben hoe ze de ballen onderscheppen. Je zal duelkracht hebben. Nou, en dan zie je eigenlijk dat het hele opbouwspel buiten Joris van Overheem en Ben Rienstra loopt. Terwijl dat eigenlijk de spelers zijn die eigenlijk het hele team moeten aan voetbal toebrengen. Dus dan kan je een mooie statistiek hebben. En dan heb je erachter waarschijnlijk weer een statistiek. Oké, hij speelt meeste nummer 6 in. Maar goed, dat zou dus ook een Ron Vlaar kunnen zijn op dat moment. En die doet het dan niet. Dus dan heb ik aan de statistiek niks. Moet kijken hoe het op het veld omzet. Ja, maar helemaal eens. Maar wij zijn natuurlijk ook in het gebruiken van data. En wat voor soort data wat wij gebruiken, daar staan we natuurlijk ook in de kinderschoenen. Ja, we kijken nu naar hoe vaak paast Joris van Overheen naar de goede kleur. 9 van de 10 keer, prima statistiek. Maar misschien moeten we naar andere soorten statistieken gaan die we zelf ook nog moeten ontwikkelen. Ja, nee, daar ben zijn we natuurlijk met z'n allen mee bezig. Ja. Ja. Een vraag voor Joris van Sven Krol. Die zegt, Joris, je bent opgegroeid onder de rook van Amsterdam. Ab Koude voor mij, toch? Ja. Ja. Dan was je vast ook een Ajax supporter. Zie je dit ook als een logische volgende stap? Je gaat er al vanuit dat je weg gaat bij AZ en dan je volgende stap Ajax wordt. Ja, nou, ik denk dat de familie en mijn schoonfamilie er wel blij mee is als dat de volgende stap is, maar... Mijn schoonfamilie ook, hè? Was je een Ajax supporter toen je opgroeide? Ja, ik woonde... Ik weet dat het gevoelig altijd ligt in de gebied rond Alkmaar, dat je niks over Ajax mag zeggen. Nee, ja, vroeger wel een Ajax supporter, maar nu ja. Maar volgens mij zie je het op Koude Arena toch zelfs? Ja, als je in de Reuzenrad zit in de kermisweek, dan zie je de...
Zie je daar maar is het iets voor jou als je een stap binnen Nederland zou willen doen dan? Of ben je iemand die liever dan gelijk nu van AZ zeg maar, de stap naar het buitenland doet? Nee, ik denk dat ik wel een tussenstap wil naar een topclub in Nederland. Maar ja, als dat niet lukt, dan is er niet echt een stap in Nederland vanaf AZ. Dan moet je naar het buitenland. Maar okay. Een stap naar de top in de Eredivisie, dat ligt wel veel. Zoals je nu veel spelers uit de Eredivisie ziet doen naar Second Division gaan? Gewoon voor het geld. De Championship, ja. Omdat er natuurlijk veel betaald wordt en het niveau ligt ook hoog. Zie je dat als een stap vooruit? Ja, als je klaar bent bij AZ en je kan geen stap naar de hoogste divisie maken, dan is dat wel een stap vooruit. Ja. Ja. Maar dan gaan we maar wie is naar de Championship gegaan? Ja, heel veel. Kief de Bel, Thierry. Voor mij zitten er echt 14 Weghorst was er dichtbij natuurlijk laatst. Ja, ik zag weer een Twittervraag trouwens voorbij komen. Het stroomt Twittervragen binnen. Pieter van der Ziel, Joris, zijn de onderhandelingen over je contractverlenging al gaande? Ja, die zijn wel. Er is wel een gesprekje geweest. Want hoe lang heb je nog? 17. Ik heb tot 17, ja. Ja. Ja, nog niks. Maar je eerste gevoel? Eerste gevoel, ja. Ik ben nog niet uitgeleerd bij AZ. Dus maar speelt bijvoorbeeld wat Simon net aangeeft een belangrijke rol, wat jouw uiteindelijke positie wordt bij AZ? In zeg maar of jij je contract gaat verlengen? Ja, maar dat was ook het eerste gesprekje wat gevoerd moest worden. En dat is tijdens trainingskamp is dat geweest. Ja. Met John van der Brom en Max Huiberts. En er was gewoon een duidelijk plan. Wat ze in mij zien. En ja. Toch lijkt me dat best lastig. Je bent bezig, hè? Ik zit hier met 1 voetballer, 2 ex-voetballers. Je hebt zo'n gesprek over je toekomst met een trainer en een technisch directeur. Nou ja, de kans tegenwoordig dat een trainer nog langere tijd ergens zit, is niet zo groot. Dus dan ga je een gesprek met hem aan over je toekomst. Maar hij heeft daar eigenlijk niet heel veel invloed op. Ja, maar zo kan je niet suggereren, denk ik, op die tijd. En Max Huiberts was ook bij. Dus is wel een ja, maar gaat dan Max Huibers tegen de volgende trainer zeggen, ja, wij hebben met Joris de afspraak dat hij op 10 speelt. Dan gaat een trainer nee, dat zo. Zeker niet. Nee, zeker niet. Maar je hebt ook geen zekerheid. Nee. Zo'n gesprekje kan wel zijn, maar als je straks heel slecht speelt of dan ga je niet, ja, ze kunnen je... Maar goed, voor Joris is op dit moment, denk ik, dan als hij nu een contract heeft tot 2017, is de club bereid om te zeggen, luister, je krijgt een beter contract. Want we zien in jou meer dan wat we zagen een jaar geleden, weet ik veel wat. Je ziet dat wij zien jouw ontwikkeling, dat ziet er goed uit. We hebben een bepaald plan voor jou. En omdat we graag met jou verder willen en willen we jou een beter contract. Tenminste, dat zou ik als AZ zijn doen. Nou, wat ik vergeet, dat als die niet erop ingaat, dan gaan ze je verkopen natuurlijk deze zomer. Oh ja, dat is het concept, hè? Ja, jaar van tevoren. Dat is, dat is wat in de voetballerij nu is. Ja, maar dat geld is ook nodig bij de clubs. Ik bedoel, wij in Nederland, welke club heeft echt geld? Ja. Als je geen spelers verkoopt. Ja, Ajax heeft maar die wil het stadion toch iets met het stadion doen, of niet? Dus dan... Ik weet niet hoe dat zit. Ja, ik ook niet. Ik hoor alleen maar van de gemeente. Dan. Ja, dat is het juist. Volgens mij... Ze willen het terugkopen van de gemeente of zo. Ja, de geruchten hoor je. Ik weet niet of het zo is. Nee. Ja, ik weet het ook niet. Ik ben geen kenner daarin. Ik vind wel dat Joris wel het perfecte voorbeeld is van een speler, zeg maar, die verhuurd is in de Eredivisie. En dat wel echt een stap vooruit is geweest. Want hij komt natuurlijk terug bij AZ, wel op een heel andere manier. Toch als iemand met een jaar Eredivisie ervaring in zijn benen, ja, tegen degradatie gestreden, kom je toch heel anders binnen, denk ik, dan wanneer hij gewoon naar de tweede die stap direct had gemaakt. Absoluut. Ja, het mooie is, we hebben volgens mij nog de voorbereiding samen gedaan. Ja, in het jaar dat ik wegging. In het jaar dat je wegging. Ja. En toen was je, echt nog een jonge speler. Ja, dat mag ik wel zo zeggen. En nou, toen zie ik het dus echt 3/4 jaar later weer doorliggen op het veld. En dat is een hele andere persoon. Dus eigenlijk is Joris een goed voorbeeld voor veel jonge spelers die de mogelijkheid wat hebben. Wat je pas echt eerst verhuren, ja. Er komen trouwens heel veel Twitter-vragen binnen, maar we hebben ook een videovraag binnengekregen voor je. Wel opmerkelijk, een teamgenoot voor mij. Kijk. Hey. Oh, tuurlijk. Ten eerste nog bedankt voor die assist van je van zaterdag. Luis in de pijl. Precies een voorzet. En ik heb ook nog een vraagje voor je. Schijnt het als de mogelijkheid zich voordoet of je hebt iets te vieren dat jij het leuk vindt om een kroeg in te duiken in Amsterdam. Dan vraag ik me af, welke kroeg vind je eigenlijk het leukst? En ja, wat vind jij nou het leukst wat je daar hebt beleefd in het afgelopen half jaar? Ik hoor het wel van je. Die grijns. Zullen we er even voor gaan zitten? Je zou haast denken. We gaan er even voor zitten. Je zou haast denken dat dit een retorische vraag was. Zou er iets gebeurd zijn? Ja. Ja. Nou, ik heb het idee dat hij er zelf bij was. Ja. Dat is zeker zo. Vincent neemt me vooral op sleeptouw. Dus sinds Vincent bij AZ is komen spelen, dan is het fout gegaan. Maar laten we die vraag even ontleden. De eerste vraag. Wat is je favoriete kroeg? Favoriete kroeg. Ik weet dat als je het nu zegt,
Ja, dan kan moet, je, moet je een nieuwe kroeg gaan zoeken. Gewoon een fake kroeg verzinnen. Ik zal niet de gieter of zo. Aan de ene kant zijn ze blij dat je de naam noemt. Aan de andere kant wil jij de kroeg komen. Ja, nee, de bubbels. Daar zijn we wel vaak te vinden. Dat horen we nooit van voetballers. Nee, dat hoor je nooit. Standpunt van de Eredivisie. Snijd de taken maar door. Maar die is nou de mol, heb ik begrepen. Dus die komt even niet meer. Maar goed, en het mooiste wat je met bijvoorbeeld Vincent hebt meegemaakt de laatste half jaar. Dat moet wel een verhaal in zitten als ik zo Vincent zie. Ik kan het niet meer herinneren. Wow. Was het een beetje zoiets als laatst met Soet en Lesjen hebben gezien? Zoiets? Nee, dat niet. Nee, we zijn zo agressief. Okay. Is dit eigenlijk opgelost? Ja, hoeveel met Lesjen bedoel je? Er was geen aanklacht volgens mij. Ja, gewoon Soet was helemaal kachel en die probeerde Lesjen te helpen. Goed was dat. Ze vonden het echt sympathiek. Tuurlijk, maar we laten een beetje te makkelijk afkomen. Hij weet het donders goed, kijk die grijns. Ja. Heb je één hit? Ja, er zit iemand achter en niks zeggen. Dan kan je nog beter je vraagprijs gewoon even op tafel gooien. Beter je clausule en je contract toegeven. Ja, weet ze thuis dat je hier zit? Dat is misschien... Krijgt Vincent een doodschop morgen op de training? Of, Ja, die kijkt niet aan morgen. Maar ik kreeg het filmpje binnen en die grijns van Vincent. Prachtig. Ik hoop dat hij het ooit nog een keer gaat vertellen. Ja, dan ga ik het van de Vincent vragen. Ja, Vincent bedoel ik ook. En dan kom ik ook nog wel met een vraag voor Vincent. Oh, nou heel mooi. Wel onthouden, ja. Hangt Vincent? Nee. Maar heb je dit weekend nog een beetje bij ons voetbal gekeken? Ja, ik heb naar Barcelona aangezien gekeken. Aangezien je vorige keer zo boos ik op mij heb, was. Ik heb Liverpool en Manchester United gezien. Ik heb nog wel wat wedstrijdjes gezien, ja. En welke sprong het meest uit voor je? Het waren geen grootse wedstrijden. Barcelona won weer met iedereen was verplicht alleen met linkerbeen te spelen. Werd 6-0. Liverpool Manchester United was wel... Dat was slecht. Ja, dat was niet leuk. Maakt er niks uit. Maar ben ik blij mee. Fantastische goal van Leroy. En ik vond het... Ja, nee, okay. Gaat het niet over Liverpool Manchester United? Jawel. Laten we het dan over Liverpool-Arsenal hebben van de week. Maar kijk, stop. Zal ik het gewoon even aan de kenner vragen? Jean-Paul, buitenlands voetbal. Genoten afgelopen weekend? Afgelopen weekend, jazeker. Was ook weer frustrerend. Maar ik zet met Chelsea-Everton een leuke wedstrijd gezien. Dat vond ik ook niet. Raar einde. Maar ik heb meer gezien. Juventus was goed. Frankrijk was ook een leuk wedstrijdje. Frankrijk, Saint-Etienne-Lyon. Ja, we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Want om 9 uur zijn we er weer. 1-0, hè? Als je me nou eens even uit laat praten. Ja, 1-0. Tanane was geschorst, vond ik ook raar trouwens. Nee, hij heeft die 50 gele kaart. Ik heb toevallig aan het vorige week. Ik ken die regel niet. Ja. Hij is dus geschorst omdat hij in Nederland de 50 gele kaart heeft. Maar we gaan het er om 9 uur uitgebreid over hebben. We hebben Jurriaan van Wessem op Skype. Die gaan ons bijpraten over het Spaanse voetbal. Jordi en Chapal, de buitenlandse show. En Anko Jansen. Die speelt tegenwoordig in Turkije. Weet je wie ik ook goed vond? En wat jij zei dat al volgens mij maanden geleden bij Naldum. Ja, echt niet te geloven. Heb je die goal gezien van Newcastle United? Die heb ik toevallig ook gezien. Maar jij zal, want je hebt natuurlijk geen liefhebber, die heb jij niet gezien. Dus ga maar naar de volgende vraag. Ja, maar wat ik... Juist, precies. Wat gaan we naar huis? De regie neemt het over. Oh, nee, de regie neemt het over. Ik mag geen eens vragen. We lullen gewoon door, maar ja, bijna allemaal ongelooflijk. Nou ja, ik heb... We moesten de bels. Ik vind het... Aan de ene kant neemt hij een risico dat hij die tussenstap Newcastle maakt. Want hij heeft veel meer kwaliteiten als het team. Maar ik ben toch echt blij dat hij dat nu ook waarmaakt. In zijn ja, natuurlijk. Dan liggen die belletjes. Ja, jawel, maar die gasten hier... Het gaat mij niet zozeer om toen bij PSV ook had. Ik weet nog dat hij speelde met Van Bommel en toen werd hij bij PSV echt... waarom hebben we hem overgenomen van Feyenoord en er stond weer kritiek. Nou, wat hij daarna heeft laten blijken. En hij is mentaal sterk, hoor. Nee, maar de manier hoe hij ook speelt bij ik vind hem echt een goede speler. Oh, ben je erbij? Gaat het mooi, hè? Oh, dit is zo makkelijk. Wat ik mooi vond, de vorige keer dat je hier te gast was, benadrukte je nog maar eens hoe groot fan je van Wijnaldum. En eigenlijk vanaf het moment daarna ging het helemaal los. Ja, wel opvallend, hij scoort alleen thuis. Zal ik nog even aangeven dat ik dan hoop dat ik Joris van Overheem op nummer 10 zie spelen? Nou ja, ik ben hetzelfde, ja, absoluut. Nou, hoor die intro er maar even. Ja, Rad van Fortuin, Leon 10. Waar speelt hij? Ook in het nieuwe jaar gaan we er gewoon mee door. Alhoewel ze bij Dordrecht wel een surrealistische tactiek speelden, maar dat is even... Peter, jouw spel, jouw regels. Jouw spel. Ooit bedacht, uit jouw koker. Klopt, jij bent er te goed in. Ja, helaas. Vertel aan Joris. Joris kijkt natuurlijk ook. We zien de speler en de vraag is, waar speelt hij? Jullie vormen teams. Dat moet ik weet toevallig dat Ryder Popon in Azerbeidzjan heeft gespeeld. Ja. Krijgen we die? Bij Karabach. Ja, ja. Die heeft er al ingezet. Jij mag kiezen. Jij staat 18-2 achter. Dus je mag kiezen. De laatste heeft hij wel gewonnen van 2015. Nee, het is 8-6. Jullie spelen tegen elkaar? Maakt dat uit? 7-5, 8-6? Ja, maar zij moeten teams vormen. Dus dat moeten jullie even doen. Wie wil je kiezen?
Nou, ik heb volgens mij een keer met Simon gespeeld, dus ik ga met Joris spelen. Okay. Heel verstandig. Spelen zijn over het algemeen erg goed. Nee, ik heb met niemand wat goed te maken. Nee, bij ons twee kwam je niet tussen, hoor. Ik wou net zeggen. Oh. Dat zijn oude tegenstanders. Niet te breken. Maar ik ging altijd een van Telt af. In het veld Russie en in het veld. Ik zou zeggen, kom er maar in met de eerste, jongens. Voor de eerste er maar in, hoor. Als je het weet, mag je een belletje drukken. Yusuf El-Gipli. Ja, ik weet hem. De Graafschap. Dat is correct. Hey, kijk eens, ik heb niet voor niks klasgemaakt. 1 op 10 keer. Ben je wakker, Sommer? Ja, ik wacht. El-Gipli was gisteren overigens disciplinair geschorst, hè? Waarom? Waarom? Omdat hij bij het etentje... Nee, voor... De Graafschap, ja. Nee, hij was bij het kerstdiner, nog voor de winterstop, had hij zich ziek gemeld, maar toen bleek hij al in België te zitten. Oh. Dus, kan je in België niet meer ziek zijn? Wat zei je? Kan er ook ziek zijn in België? Cool story, Gert. Ja. 1-0. 1-0 voor 10. Afgemaakt. Heb je niet weten gedaan? Ja! Niet zien, maar Ado, hij was weer. Ja, hij was echt niet. Ado? Ja, 2-0. Er zit iemand naast, die denkt, maar Henko? Blind FIFA, het maakt niet uit. Divisiespeler is dit, jongens. Gewoon de hoogste divisie in Nederland. Kun je niet aftellen? 3, 2, 1 en dan... Nee, maar voor de volgende gaan we dat doen. 3, 2, 1. Henk Dijkhuizen. Ja, Gerrit! Rode JC. Ja, ja. Het is gewoon goed. Ja. Jantje. Jantje. Het gaat om de laatste, Simon. Simon, het gaat om de laatste. Laatste kan je alles goed maken. Geert heeft die tune als ringtone ingesteld. Met de laatste kan je alles goed maken. Wat maak je het makkelijk trouwens vanaf nu? Waarom raak je het niet dan? Wat, hij staat 3-0 achter en dan zegt hij, wat maak je dat makkelijk? Ja, maar ik verwacht veel schade. Het is een Duitser, dus laatste minuut. Laatste vraag. Het is een Duitser, zo'n mooi positief even. Oh, ja, positief, kom. Duitser haak. Kom maar, die volgende. 3, 2, 1. Koen Gortemaar. Ja, Chris Almelo. Hij was eerder. Hij is al niet weg. Deze was voor Simon. Hij is al niet weg. Kom verder. 3-1. Laatste stel, dubbel. Het echt snel. Klopt. Maar het is wel tricky, want hij komt bij Twente vandaan, toch? Ja, maar die hebben gedeelde jeugdopleiding. We hebben er nog één, dus we hebben er nog één, ja. We hebben nog één. Dus 3-2. Ja, nee. Oh, we hebben 5, krijgen we er? Ja. Het is 3-1 en de laatste telt dubbel. Ja, dat heb ik nooit gehoord. Ja, wel, vraag maar beter, altijd. Ja, dat is nee, klopt. Dit is voor het verhaal. 3, 2, drukken jullie maar, jongen. Ik ga niet drukken. J. Roy Grot. Ik weet het zelf al. Ik weet het, maar ik ga niet drukken. Och jongens, hé. Wat een statement, Geert. Ik weet het, maar ik ga niet drukken. Nee, joh, laten we denk je dat iemand er wakker van ligt? Nee, ik ook niet. Supporter of human rights. Maar jij weet het, hè? Sparta. Nee, het is geen Sparta. Is niet goed. Wat is het dan? Nee, ik zou het niet zeggen. Je wist dat toch? Ja, nee, maar we hebben het gehoord. Dat nieuwe jaar is wel goed begonnen met Joris, wat jij de keuzes. Is Jeugd International. Ja, zeg dan. Nee, dat hoeft toch niet? Ja, nee, wij weten het allemaal niet. Jij zegt, ik weet het, maar ik zeg het niet. Nee, we van tevoren al. Nou, maar het is NEC. Ja, precies. Het is een broertje van, of niet? Denk het wel. Dat vermoed ik, ja. Okay. Hey, gefeliciteerd, Geert. Ja. Goed gespeeld. Met dank aan Joris. Ja, dankjewel, Joris. 1-0 in het nieuwe jaar. Geert neemt de leiding. Of 8-7. We gaan hier een leaderboard ophangen. Hadden we niet ergens om te spelen, eigenlijk? Ja, ik vind wel dat er vanaf nu een soort tegenprestatie moet gaan. Vanaf volgende week. Oh shit. 15 opdrukken. Niel heeft verloren. Niel heeft verloren. Jij mag een tegenprestatie verzinnen. En dat moet hij volgende week doen hier. Simpel. Ja, maar vanaf volgende keer. Heel goed, Simon. Ja, dat had het vooraf duidelijk moeten zijn. Kom je volgende week niet? We zullen er even over nadenken. Peter, zijn er nog wat Twitter-vragen of vragen in de YouTube-chatbox? In de YouTube. Ja, mensen vragen waar Ziyech naartoe moet. Ziyech? Die moet gewoon lekker bekend. Oh, dat vond ik nog wel interessant. Maar ik kwam ook een Twitter-vraag vandaag over bij. Ja, kijk. Lekker regie. Ja. Begrijp jij de woorden van Ziyech, beste Joris, over Van Basten? Hoe groot was zijn rol bij AZ? Ja, ik heb hem niet echt meegemaakt, dus ik weet het niet. Maar ik vind niet dat je zo over iemand mag praten in de media. Nee? Ik zou het niet doen. Iemand wat? Afmaken, ja, gewoon, is nergens voor nodig. Nee, maar als jou iemand echt heeft dwars gezeten in je carrière, zegt Simon is jouw trainer 2 jaar en dan ga je, lukt echt niet, Simon werkt je tegen en zo. En dan vraagt iemand, wat vind je van Simon? Zou je dan niet zeggen... Gewoon geen antwoord geven, nee. Nee? Net zoals die vraag wat je leukste... Nou, je kan ook op een hele... Je kan op een hele nette manier alles zeggen. Manier kan je zeggen dat je hem niet aardig vindt. Dat doe ik meestal ook wel. Ja. Niet mijn type. Maar er is ook wel iets voor te zeggen dat de trainerscarrière van Van Basten niet een opgaande lijn heeft. Nee, dat is geen succes geweest. De Nederlands elftal heeft hij goed gedaan. Maar voor de rest, ja,
een trainer. Het trainer zijn is een heel pakket. Nou ja, dat heeft Van Basten niet. Maar dat heeft hij zelf ook geconcludeerd. Ja, ja, maar toch zit hij nou wel weer bij het Nederlands elftal. Maar je hebt Van Basten niet meegemaakt als speler, of wel? Als speler. Meegemaakt. Nee. Samen op veld gestaan. Nee, maar gewoon dat jij... Nee, ik heb nooit... Kijk, voor ons is het een behoorlijke held. Ja, voor mij ook. Want ik heb wel beelden van hem gezien. Okay, ja. Van Basten speelde tot 93? Ja, 94. Finaal 93. Ja. Zullen we niet gewoon met z'n allen respect voor het individu hebben? Sowieso. Ja, maar, dus dan, gewoon... Dan horen bepaalde uitspraken ook niet gedaan te worden. Oké. Okay. Ook niet als je zo... Ik ga even advocaat van dames zijn. Zie ik. Dit is de meest bepalende speler van Twente. Elke goal is die bij betrokken. Mag ik toch iets zeggen? Ja, maar moet je daarvoor mensen, dat is denk ik wat zijn, moet je daarvoor andere mensen omlaag halen om je eigen... Geert heeft vaak het bezwaar dat voetballers wandelende clichés zijn. En deze jongen heeft gewoon teksten. Nou ja, je mag best kritisch over iemand zijn, maar kom er wel met een steekhoudend argument. Dat is mijn verhaal altijd. En dat kan best pittig zijn, maar als het steek houdt, dan vind ik het prima. Even kritisch trouwens. El Jebli was keurig gewoon op het kerstdiner verschenen. Het was Cabasele die al in België zat. Goed. Dat wist ik wel. Dat je wat roept, Geert. Maar dat we even niet te verkeren nu door het slijf halen hier. God, ik denk, ik meld het even. Dat was heel mooi in de media. Ja, vind ik wel leuk dat El Jebli jou even een berichtje stuurt. Ja, nee, hij zei net, ik was daar gewoon. El Jebli stuurt zelfs nog wel even een appje. Die gasten die lijken ook allemaal op elkaar. Je maakt het er wel veel. Ik wil er wel twee foto's bij halen. Nou, het lijkt toch allemaal op elkaar. Geert heeft gewoon een beetje moeite met begrip live tv. Ja. Maar heb je nog vragen? Ik heb geen vragen. Zijn er nog andere vragen in de chatbox? Volgens mij moeten we er een eind aan breien. Okay. We hebben zo nog een show, hè? Ja. Om 9 uur. Misschien wel de beste. Terug van weg geweest. Return of the Legends. Return of the Legends. Jordi en Mali. Jordi en Champagne. Hoe gaat het met Galatasaray? Gaat goed, toch? Ja. Don't mention the war. Nee? Gaat niet goed? Volgens mij niet zo. Nee, gaat niet zo lekker volgens mij. Moet je zo even aan Jordi vragen. Moet je oppassen dat je niet gelijk een knal krijgt, hè? Ik vroeg hem net dat. Zegt die Hamid is terug. Op het Hamid. Nou, blijf even hangen. We staan vierde volgens mij. Simon, dankjewel voor de komst. Dankjewel dat ik mocht komen. Tot snel. Weer. Joris, dankjewel. Heel veel gelachen. Ik heb ook heel veel dingen ingeslikt, zag ik. Ik kan niet wachten op je vraag voor Vincent Jansen. Nee, ook. Ja, maar we moeten dan wel het verhaal van Joris een beetje moeten komen, hè? Want we hebben eigenlijk niks gehoord. Nou, weet je hoe het meestal gaat met voetballers, dat weet je ook wel. Dan gaan die camera uit. Nou, dan komt het hele verhaal. Ja, ook, nou, dan wachten we. Dus als je niet, dan vertel ik het volgende week wat hij hier gezegd heeft. Ja, maar je moet je opletten, want die camera's blijven aanstaan. Hè? Maar meestal scheert gelijk weg naar een Tinder date. Dus als je nu een keer blijft wachten, dan kan je het verhaal horen. Ja. Geert, dankjewel. Leuk dat je er weer was. Pieuw, 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 pieuw. Peter en Chabal, dankjewel. De gaybar gaat zo open, hè, Niels? Volgende week om 7 uur is er weer een nieuwe FC Afkik Live. Graag. Tot dan. En om 9 uur Jordi en Spal, de Buitenlandshow. Hoi! Hoi!